Kanker uitgelegd aan tieners. Te horen krijgen dat je vader of moeder kanker heeft, kan hard aankomen. Je hele wereld staat op zijn kop en je ervaart uiteenlopende gevoelens, zoals angst, woede of onrecht. Wat is kanker? Kanker is een ziekte van de cellen in ons lichaam. Elke cel is geprogrammeerd om een bepaalde taak uit te voeren. Wanneer een cel niet goed functioneert, wordt deze meestal gedetecteerd en geëlimineerd door ons afweersysteem of immuunsysteem, namelijk door onze witte bloedcellen. Kankercellen, die zulke defecte cellen zijn, ontwikkelen vaak de eigenschap om te ontsnappen aan dat toezicht van ons immuunsysteem. Ze kunnen zich dan op een ongecontroleerde manier gaan delen en vermenigvuldigen en vormen een massa van kankercellen die een tumor wordt genoemd. Deze tumor kan ook naburige weefsels binnendringen. Soms maken cellen zich los van de tumor, komen in het bloed terecht en vinden hun weg naar andere delen van het lichaam. Ze vormen daar dan zogenaamde uitzaaiingen of metastasen. Kan je genezen van kanker? Er zijn steeds meer en steeds betere behandelingen voor kanker. Een groot aantal kankers kunnen vandaag de dag genezen worden dankzij deze vooruitgang. Artsen beschouwen een patiënt als genezen van kanker wanneer die na een bepaald aantal jaren geen symptomen van de ziekte meer heeft. Maar soms kan de kanker heropflakkeren. We spreken dan van een herval. Het doel van een kankerbehandeling is om de kankercellen te vernietigen door een behandeling op maat. Er bestaan verschillende vormen van kanker die elk onderworpen zijn aan een specifieke behandeling. De drie belangrijkste soorten behandelingen zijn chirurgie, bestralingstherapie en medicamenteuze behandelingen zoals chemotherapie, hormoontherapie, doelgerichte therapie of immunotherapie. Je vader of moeder krijgt één of meerdere behandelmethoden na elkaar of in combinatie met elkaar. Meestal worden kankerpatiënten behandeld op deze drie manieren en dit gedurende meerdere maanden. Behandelingen, vooral die met medicijnen, kunnen onaangename neveneffecten hebben. De ernst van deze neveneffecten hangt voornamelijk af van het type therapie dat wordt gebruikt en hoe het lichaam van jouw moeder of vader op de behandeling zal reageren. Deze nevenwerkingen kunnen een sterke vermoeidheid veroorzaken en bepaalde gedragsveranderingen met zich meebrengen. Je vader of moeder trekt zich misschien wat terug op zichzelf, verliest sneller zijn of haar geduld, ze zijn verdrietig, etc. Meestal zijn deze veranderingen tijdelijk en verminderen of verdwijnen ze met het stoppen van de behandeling. Bedenk dat kanker meerdere oorzaken heeft en dat niemand hiervoor verantwoordelijk is. De meeste vormen van kanker zijn niet erfelijk en het is ook geen besmettelijke ziekte. Laat ruimte voor je emoties. In jouw situatie is het volkomen normaal om heel uiteenlopende emoties te ervaren. Het kan ook zijn dat je er geen last van hebt. Iedereen reageert anders op de ziekte van een naaste. De meest voorkomende emoties zijn angst, schuldgevoelens, woede, een gevoel van verlatenheid, eenzaamheid, verlegenheid. Praten over je gevoelens, hetgeen je raakt, kan je helpen. Je kan erover praten met je naaste familie, met je vrienden, met het zorgteam in het ziekenhuis, je huisarts, iemand op school of iemand anders met wie je een vertrouwensband hebt. Je kan ook praten met andere tieners die zich in dezelfde situatie bevinden. Als het moeilijk is voor jou om erover te praten, dan kan je je gedachten ook neerschrijven in een dagboek. Of je kan je emoties uiten in activiteiten zoals sporten, schilderen, koken of muziek bijvoorbeeld. Weet dat er ook hulpverleningsorganisaties bestaan die je hiermee op weg kunnen helpen. De reflex hebben om het internet in te roepen is normaal. Wel is het belangrijk om de juiste bronnen op te zoeken, zodat je de juiste informatie meekrijgt. Herinner jezelf eraan dat elke medische situatie anders is. Wil je meer weten over de ziekte van je vader of moeder? Aarzel dan vooral niet om al je vragen te stellen aan je ouders, het zorgteam in het ziekenhuis of aan je huisarts. Schrijf je vragen op om ze niet te vergeten.